Welkom bij Product Dynamite. Updates. Ja, Dynamite. Magic Shop. Update nummer 40. En je denkt nu, nee, waar ben jij klein geworden? Nee, ik ben niet klein geworden. Maar Leon is groot. Groter dan mij. Daarom lijk ik een keer klein. Maar je denkt natuurlijk, waar is Mark nu? Nou, Mark, die heeft het beter geregeld. Die ligt lekker op het strand. Die ligt waarschijnlijk nu op het strand. Of ligt eraan wat hij gisteravond gedaan heeft. Misschien ligt hij nog in zijn bed. Dan ligt hij straks op het strand. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, dan mag je dat horen we later wel. Die heeft 2 weken vakantie. En naast mij zit Leon. Leon, wil je wat over jezelf vertellen? Dat is een goed idee. Ik ben Leon. Ik ben 23 jaar oud. Ik goochel al een tijdje. Het liefste doe ik close-up magic. Dus mijn lievelingstruc is cups en balls. Misschien dat jullie er wel eens wat van gezien hebben. En ik werk 2 dagen in de week hier. Kijk, dus de kans dat je Leon tegenkomt in de winkel is uiteraard aanwezig. Vrij groot. Vrij groot, inderdaad. Ik zie hier een zakje staan. Dat klopt. Met een munt erin, mag je eruit halen? Ja, die mag je eruit halen. Dat is namelijk Traveler. Je kunt zien dat het zakje verder leeg is. Hartstikke leeg. En het mooiste is dat ik hier namelijk een munt heb. Ja. En die gaat op deze manier in het zakje, je maakt een magisch gebaar. Dan kun je die munt namelijk laten veranderen in een zilveren munt. Dat was net een Chinese munt en nu hebben we een zilveren munt. Oké, dat is op zich verbazingwekkend. Deze munt kan ook weer in het zakje en dan verandert hij weer in een Chinese munt. Oké. De Chinese munt kun je ook in de zak doen. En dan verandert hij als het goed is weer in een Amerikaanse munt. Het zakje is verder leeg. Maar het mooiste is, die verandert soms ook weer terug in een Chinese munt. Soms kun je de munt ook in het zakje gooien op deze manier. Uh-huh. En als het goed is, hoop ik dat de munt voor jou verandert in een zilveren munt. Hoe dan? Dus een Chinese munt, zilveren munt, blijft allemaal continu veranderen. Ja. Zou je de munt in het zakje willen doen? Ja. Ja. Want als het goed is, ik weet niet of je kunt voelen, dan wordt die munt namelijk langzaamaan groot. Ja, je voelt hier inderdaad een grote munt zitten, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Als ik namelijk het zakje openmaak, op deze manier, dan kan er wel eens zo zijn dat er een... zie je dat? Een jumbo munt in zit. Oké. Okay. Ik past helemaal niet in het zakje, joh. Ja, en dit is Traveler. Dit is Traveler. Komt in een mooi doosje. Ja. En kost €39. Er zit een online instructie bij. En die duurt? Dat durf ik even niet te zeggen. Die bijna, drie uur. Maar ik weet, ik kreeg volgens mij 3 weken geleden kreeg ik binnen. Jij had al een mailtje gestuurd naar mij van heb je dat? Dat is een gaaf ding. Ik zeg, nou, ik heb het gezien, het is besteld. Nee, ik had het nog niet besteld. Dan zeg je, ja, maar het is een gaaf ding. Ik zeg, nou, dan bestel ik er een aantal. En toen kreeg ik hem binnen en ik dacht, het was 2 dagen voor het junior concours. Ik denk, kijk even de instructie, dan kan ik hem laten zien. Ja, 3 uur instructie. En dan wil je zeggen dat je 3 uur nodig hebt om dit te kunnen vertonen. Maar je hebt hele gaaf routines, meerdere routines. Visueel allemaal, dat in detail uitgelegd. Heel gaaf. Met onder andere deze speciale buidel. Gemaakt van geitenleer. Handgemaakt. Dus elk exemplaar is ook, kan verschillend zijn, zeg maar. Je kunt hem ook je eigen maken, dat is het mooie eraan. Ja. Hoe meer je hem gebruikt, past hij zich eigenlijk aan jouw stijl. Dus klinkt raar, maar dat is echt zo. Ja, maar het is gewoon mooi gemaakt. Dus ontvangt diverse routines. Het zakje is een speciaal zakje, zeg ik erbij. Dus het is niet gewoon een zakje voor opberg. Daar kun je wel voor gebruiken, maar daar zit meer aan dan dat. Dat klopt. Ja. Hey, en dit is een final load, zoals we dat vaak noemen. Hè? Ja. Een jumbo-moment. We hebben verschillende soorten. Dat klopt, ik zal er een paar bij pakken. Ik heb hier nog een gouden. Uh-huh. En een, wat is het? Ja, mat, zoals we dat even noemen. Ja. Ja, we hebben nog meer munten, maar deze 3 hebben we er even bij gepakt, zodat je in ieder geval, want het is, die final load is gaaf. Die zien mensen net niet aankomen al. Deze zijn 22,5 en 7,5. 7,50, dat scheelt natuurlijk wel, maar ja, het is verschillend. We hebben ook nog een 2 euro munt, we hebben diverse Chinese munten hebben we ook nog. Dus, die kunnen ze vinden op de website. Ja, je kunt alles vinden op de categorie close-up. Daar heb je categorie geld in. En daar heb je weer een categorie in je momenten. En daar staan er volgens mij 10 of zo, 10 verschillende staan erin. Ja, Traveler. Duidelijk. Hartstikke duidelijk. Ja. Kan niet echt missen. Ik heb hier een hele grote lamp. En ik zal het aanmaken hier met schakelaar. Tadaa. Aha. Dat is geen truc. Dat is een schakelaar. Ik zal de lamp. Oh,
even uitdraaien. Zo. Nou, die lamp kan eigenlijk wel weg trouwens. Ja, die maak ik nodig. Ja. Nou, is dit een lampje? Zie. Nou, je kan zelfs in de lamp kijken, Leon. Dus, mensen zijn altijd een beetje, hoe zeg je dat, argwanend. Maar je ziet niks geks aan deze lamp, toch? Nee. Leg hem even op je hand als je wil. Kijk, het enige wat ik doe is dit. Zie. Zo. En die lamp gaat branden op commando. Dus je kunt die lamp kun je gewoon op commando laten branden, zie je. Of je doet dit met je vinger. Kan ook. Allerlei manieren. Je kan op tafel leggen wat je zelf wil. Je hoeft niet met je hand erbij te komen. Je kan ook bijvoorbeeld dit doen. Dat je denkt alleen maar aan de lamp. En dan gaat branden. Kan ook. Als je stopt met denken gaat hij weer uit. Werkt het ook als ik aan die lamp denk? Probeer het eens. Dat kan het ook. Ja. Oké. Okay. Dit is de Dynamite Ultra Light. Dit is we noemen die van niks ultralight. Het is de ultieme versie van de gloeilamp welke kan branden. Je hebt natuurlijk versies van een 750, waarbij je een speciale ring erbij krijgt. Nou, deze is completely self-contained, zoals we noemen. Alles zit ingebouwd. Dit is speciaal voor ons gemaakt. Niemand anders heeft dit en het is echt met de allerlaatste technologie. Ik bedoel, het zit vol elektronica, maar dan zo klein dat je het niet kunt zien als je in de lamp kijkt. Dus echt het nieuwste van het nieuwste. De bediening is volledig hands-free. Dus in principe, je hoeft geen handen te gebruiken om hem te bedienen. En het gaat aan, uit, aan. Die hebben we volledig onder je controle. Dus dat kan op deze manier, kan wat je zelf wil. Mooi idee. Dat vang je compleet in een koffertje met alles erbij wat je nodig hebt. Er zit een oplader bij, USB. Dus je kan hem gewoon opladen. Het enige wat je niet moet doen is hem laten vallen. Dat is ook weer te repareren, maar niet aan te raden. Het is een echte glazen lamp. Het is gewoon een, ik zou het boven de kamer zeggen, een Osram lamp. Dus voor mensen een herkenbaar iets. Je kunt het laten onderzoeken. Mensen kunnen niet ergens door iets aan te raken de lamp laten branden. Het kan alleen maar door jezelf. Compleet met een online instructievideo. Waarin we onder andere laten zien hoe je dit in een schemerlamp kunt gebruiken. Zoals ik het net even deed in het begin. Kost €349. Maar heb je wel een heel vet ding. Dynamite Ultra, uiteraard met garantie. Mocht je interesse hebben, zeker een aanrader. Ja. Oké. Wat hebben we nog meer? Ik heb nog wel wat leuks genomen. Ik heb hier Counterfeit, als ik het goed uitspreek. Counterfeit, en dat is een Torn and Restorn van Wayne Hauschen. Oké. Ik kan hem wel even laten zien. Dat zou mooi zijn. Ik heb hier een spel kaarten. Dan wil ik je vragen, René, om ergens stop te zeggen. Ja. Zou je die kaart even willen bekijken? Uh-huh. Spel hebben we verder niet nodig. Ik daar laten zien ook. Nou ook. Ja, je hebt gekozen voor de. Oh, je mag ook. Oké, schop 5. Nou, het mooiste is voor deze kaart namelijk dubbelvouwen. Kijk zo. Wij verbruiken hier kaarten, zoals je ziet. En als ik hem even in de lengte vouw. Op deze manier. Dan kunnen we de kaart namelijk in stukken scheuren. Dit is namelijk het eerste stukje. Dan hebben we hier, ik hoop dat je het kunt zien, het tweede stukje. En het mooiste is, we gaan alles scheuren. Zo. Dus we hebben nu hoeveel stukjes, René? 4. Het mooiste is, ik zal het even laten zien, we hebben hier ook echt 1, 2, 3, 4 stukjes. Kun je ook in beide kanten super ver. Ja, ja. Laten zien. Nou, we gaan hem repareren. Dus wat doen we? We pakken. Plakband pakken? Plakband? Nee, dat heb ik niet nodig. Het mooiste is als ik namelijk deze kaart zo doe. Dan repareert hij namelijk. Dat stukje kan ook controleren dat hij er ook erg aan vastzet. Ja? Okay. Het tweede stukje is. Dus vind ik eigenlijk het bijzonderste. Ik zal het even laten zien. Zo. En dan kun je zien dat hij. Mooi op deze manier aan vast komt te zetten. Ja, hoe dan? Het laatste stukje is het moeilijkste, René. Waarom? Je moet nou twee hoeken zien te repareren, zeg maar. Mm-hmm. Dus daar heb ik wat voor nodig. Daar heb ik een aansteker voor nodig. Die heb ik, als het goed is, even kijken. Nee, die heb ik denk ik. Heb jij er een? Nee, ik heb alleen hier dobbelstenen, een bel. Ja, ik denk dat ik
Oh. Heb je gepakt? Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Kijk, mooi is als je nou die aansteker pakt. En je gaat zo langs die hoek, hè. Zo. Brandalarm. Zie je dat hij al een beetje zwart wordt? Ja, dat zie ik, ja. En als ik hem nou openvouw, dan zie je namelijk dat die kaart helemaal gerepareerd is. Hij is wel een beetje zwart, maar je kunt zien dat de kaart helemaal heel is. Ja, het is hartstikke heel. En dit is counterfeit. Counterfeit. Ja, toen Wayne Houtsen hier was de laatste keer, we hebben twee keer hier een lezing al gegeven, toen liet hij deze ook zien. Volgens mij heeft hij allebei de keren trouwens laten zien, maar de laatste keer had hij volgens mij commercieel te koop, maar dat was dan de voorgaande versie van dit. Jij hebt de voorgaande versie gezien en deze. Ja. Ja, het is in principe hetzelfde idee. In principe is hetzelfde, alleen een nieuwe video. Maar... Ja, ze hebben hem opnieuw opgenomen, zeg maar. Ja, niet heel verschillend. Nee. Oké, okay, wat zou je zeggen qua moeilijkheidsgraad? Is het heel moeilijk of is het... Je moet het wel oefenen. Dat geldt voor elke druk. Ja. Maar dus, ik vind hem gewoon sterk, ja. Is het moeilijk, ja. Een sterke steker, ja. En? De kaart kun je uit handen geven, kun je meegeven, maar als je dat doet moet je wel weer zorgen dat je even een gimmick maakt, zodat je hem meer kunt doen. Dus als je dit zelf bewaart, hoef je in principe niet steeds wat te maken, hè? Nee. Dat klopt, hè? Oké. Okay. Nee. Super duidelijk. Counterfeit. Kost €32,50 de DVD. Ja. Voor de rest heb je gewoon je eigen kaarten nodig. Ja, goed, je gebruikt dan een aansteker. Moet niet, maar is wel magischer. Cool, hoor. Het mooiste is als je een Zippo gebruikt, vind ik. Ja, goed. Dat kan. Die hadden we net niet bij de hand. Dus, ja, alleen al bij de hand, dan had ik geen vloeistof meer. Kijk eens. Out of Zippo fluid. ik heb hier, even een kleine voorbereiding, want we kunnen natuurlijk niet 10 trucs tegelijk voorbereiden. Ik heb hier een doosje. En dit doosje is verder helemaal leeg, kun je ook zien. Ja. Verder. Okay. Hier werd nogal veel naar gevraagd. Ja, waarschijnlijk zul je zelf wel zien waarom. Deze ringen verkopen we ook. In de winkel. Nou, die staan niet op de website ook, maar... vaak denken mensen dat wij dingen afspreken, dat er dingen fake zijn die wij hier doen. Zou jij een willekeurige ring eruit willen pakken? Ik vind deze wel mooi, maar ik denk dat ik toch voor een andere ring, ja. Ik denk dat ik deze wel deze mooi vind. De blauwe. Oké, okay, deze. Oké. Okay. Ja. Okay. Duidelijk. Oké, okay, dan gaat deze even weg. Deze ring gaat onder de doek. Zou jij de ring eventjes willen vasthouden door de doek heen? Ja. Want het ongelofelijke gaat gebeuren namelijk. Ik heb hier namelijk een belletje. Zie. Jij mag met de bel, met de linkerhand, boven de doek bellen. 2 keer. 1. Dat is 1. Nog een keer. 2. Dan mag je even boven het doosje bellen. 2 keer. 1. En nog een keer. 2 keer. Oké. Dan mag je de bel even neerzetten. En dan zul je het geloven of niet. Maar als ik aan de doek trek. Is de ring. Spoorloos verdwenen. En je gelooft het niet, maar in het doosje zit jouw ring. Mag ik kijken? Ja, kijk maar. Ja. Dat is, volgens mij is dat geen ring, René. Nee, dat is inderdaad geen ring. Ook geen navelpiercing. Vreemd. Dit lijkt op een klepel. Maar als hier de klepel is, wat maakt dat dan geluid? Het zal toch niet zo zijn dat nu in die bel jouw ring zit? Is dat jouw ring toch? Ja. Mooi. Hoe dan? Ja, die kun je natuurlijk uithalen. Heel voorzichtig even eruit halen. Zo. Tadaan. En hij is er weer uit. Dit is de Ring en Bel Deluxe. Heel gaaf gemaakt. Handwerk. Speciaal voor ons gemaakt, dus niet een massaal gemaakt product. Koop je compleet, dus wat je hier staat, dat krijg je compleet. Al heel professioneel. Kost €345. Compleet met Nederlandstalige instructies. Okay. Ja, het is een mooi effect, verbazend effect. Kan het met elke ring? Het kan met elke ring, tenzij de ring te dik wordt, zeg maar. Als iemand zegt die heeft zo'n ring die zo'n vingerkootje breed is, dan heb je wel eens mensen die past niet aan het haakje, dus die kan er ook niet aan verschijnen. Zoals bij Peter, goede vraag. Voor de rest,
Maakt het niet uit. Ring en bel. Mooi ding. Ja, zeker een mooi ding. Zo, ring ook weer terug. Ring en bel. Ik heb ook nog wel wat leuks van mij. Ja, ben ik benieuwd. Ik zal heel even dit doosje pakken. En ik heb hier een, even kijken. Een dobbelsteen. En een kastje. En, ik weet niet of je ook een kastje hebt om je dobbelstenen te bewaren. Dat is heel handig. Of ik een kastje heb om de dobbelstenen te bewaren? Ja. Ik ja. Oh, jij hebt het. Oké. Okay, maar het mooiste is dat ik nou die dobbelsteen pak. Ik zal hem even hier achter het hoedje nemen. Weet je wat ik ga het anders doen? Weet je? Ik pak de dobbelsteen en dan doe ik hem in het kistje. Op deze manier. De deurtje is dicht. Ik zal het doosje even opzij zetten. Het mooiste is, aan welke kant zit nou de dobbelsteen? Je hebt hem gedraaid. Aan de rechterkant. Aan de rechterkant. Ja. Dat denk je dan. Uh-huh. Maar als het goed is, is het doosje namelijk leeg. Oké. Okay. Ik zit natuurlijk wel dichtbij, hè? Dus ik hoorde dat hij dat iets schoof in het doosje. Okay. Heb gehoord. Maar waar denk je dat hij dan is? Ja, linkerkant. Zeker niet? Uh-huh. Je ziet het dan. De dobbelsteen is namelijk helemaal verdwenen. Ja, hallo, maar die zit natuurlijk aan de andere kant. Nee. Kijk, dan maakt het namelijk zo sterk. Maar waar is hij dan? Ah. Tadaa! Oké. Dus, leuk trucje. Zeker leuk trucje. Geld. Ik koop ook al jaren trouwens. Ik speel natuurlijk mee, ik ken het ding natuurlijk ook al aan. Hoe heet die? Mini dobbelsteenkast. En die kost? €9,50. €9,50. Artikel nummer 1693. En daar hebben we heel veel verkoop, weet ik dat. Ja, ook een leuk ding. Super makkelijk ook. Dat is altijd mooi. Super makkelijk is altijd goed. Voor kinderen geweldig. Volwassenen snappen trouwens ook niet als je het doet. Je kunt nog de vraag eerst, wil je hem onzichtbaar laten verdwijnen of zichtbaar? Dan zeggen ze, zichtbaar. Dan zeg je, oké, zet je hem ergens achter, stop je in je zak. En dan zeg je, ja, maar dan weet je waar die is. Zeg je, dat klopt. En dan pak je hem opnieuw. En dan stop je in het kastje. Alles kan in principe. Je kunt hem nog helemaal uitspelen. Dus, ja, je moet. Dus in principe zelfs de grote dobbelsteenkast die we ook hebben, je kunt hem uitspelen. En op het laatst, iedereen zegt, je houdt hem schuin. En op het laatst maak je alles open. Is hij weg. Ja, leuk. Miracle Diebox. Yep. Oké. Mag ik het eigenlijk niet verklappen. Maar goochelaars gebruiken wel een speciale kaarten. Weet je dat? Dat moet ik niet zeggen. Misschien. Oké. ik heb een leuk idee. Maar hoe kom je aan speciale kaarten? In de goochelwinkel. Maar ja, wij moeten die ook ergens vandaan halen. Wij maken ze namelijk zelf. Echt. Wij maken die zelf. Ik zal laten zien hoe wij dat doen. Op het moment dat jij ons belt. Ik zeg, ik heb een speciale kaart nodig. Zeggen wij, oké, maken we. Dan sturen we op. Stel voor, je hebt een aantal tienen. Stel voor, je hebt een ruitertien. Je hebt een schoppertien. Je hebt een klavertien. En je hebt een hartertien. Stel voor, hè. Stel voor dat je ook een aantal witte kaarten hebt. Dan kun je dus van die witte kaarten, wat kun je eigen kaarten maken. Je kunt erop tekenen, maar wij doen dat professioneel. Wij zijn professioneel. Dus als wij een ruiter 10 willen hebben bijvoorbeeld, pakken wij een witte kaart en een ruiter 10. Wij wrijven erover en dan maken wij een ruiter 10, zie. Als wij een schoppen 10 willen hebben, pakken wij een witte kaart en een schoppen 10, zie. En dan maken wij een schoppen 10. Maar soms zeggen mensen, ja, heb jij kaarten zonder achterkant? Ik zeg, hoe bedoel je? Dat de achterkant wit is. Maar die is wel. Ja, maar dat kan ook, dan doe je gewoon dit, zie je, dan kun je bijvoorbeeld, kunnen wij met een witte kaart de achterkant weghalen. Dus we kunnen in principe alles. Of iemand zegt, kun jij kaarten maken, twee kanten hetzelfde? Even kijken, dat kan. Kun je bijvoorbeeld ook dit maken, zie. In principe is alles mogelijk. Kan je ook meerdere kaarten op één... Ja, zoveel valsspelers. Kun je dit bijvoorbeeld doen, zo, dit. 18. Klaar. In principe is het, whatever, wat je wil. Oh, je zou, hebben hier een, ik moet andere kleurtjes, misschien is ook wel grappig. Je kan ook zien. Of je kan, in principe neemt alles, het neemt gewoon het beeld eigenlijk aan van alles wat hij ziet. Dus in principe, als je bijvoorbeeld een kaart hier lang genoeg boven zou houden zelfs, neemt hij ook dat allemaal aan. Hij neemt gewoon eigenlijk alles, neemt hij aan, wat hij ziet. Dus dit is printing. En dit is printing new edition. Nou, printing is al heel oud. Verkoop al naar het begin. Wat is er nieuw aan deze printing? De finale. Normaal was de kaart. Dus deze die ik nu bedrukt heb met de foto van al deze kaarten hier, zeg maar. Die,
is normaal, werd het doosje, dat je op het doosje werd gedrukt en nu is het een foto van al deze kaarten. Dus je hebt geen doosje meer nodig, je kunt gewoon in een mapje steken. Want het nadeel van het doosje was, ik heb jaren zelf gebruikt, dat je 8 kaarten in een doosje had zitten. En waar je het ook gaat gebruiken, dat doosje wordt steeds platter en platter, omdat er altijd maar 8 kaarten in zitten. Dus nu heb je echt alleen nog maar deze kaarten nodig. Nou, de moeilijkheidsgraad is echt super simpel. Dit was nog de versie die valt onder de advanced versie. Maar op de DVD lees je wel beginners als een versie voor gevorderden, zeg maar. Dit is de verpakking. Printing. L'imprimé. Krijg je compleet met de kaarten en de DVD. 24,95. DVD is in Engels nagesynchroniseerd en in het Frans taal ook nog. Maar Engels vind ik handiger. Ja, printing. Mooi effect. Verbaast mensen altijd. Oh ja, mensen zeggen, mogen we de kaart onderzoeken? Dat mag. En echt, mensen pakken de kaart op, gaan even wrijven. Tuurlijk gebeurt er niks. Dat is altijd een leuk effect. Je gebruikt hem zelf op. Jaren printing. New edition. Mooi, mooi. Gaan we nog meer? Dan hebben wij hier 4 dobbelstenen. Deze truc is overigens makkelijker te doen als je staat, maar ik blijf nu even zitten, dat is sowieso makkelijker voor de camera. Dus we gaan even hopen dat alles op de camera hierboven goed te zien is. Ik ga het even een beetje nog zo verplaatsen. Zo. We zetten hier 1 kaart op de dobbelsteen, 2 kaarten op de dobbelsteen, 3 kaarten op de dobbelsteen en 4 kaarten op de dobbelsteen. Ik probeer met dit te doen. En die dobbelstenen verplaatsen zich razendsnel. Dus dat gaat eigenlijk zo. Ik zet deze dobbelsteen wel terug. Ik leg hier dit zo op. Zo. Dan kun je dit doen, let op. Dat is super snel eigenlijk. Zie? Ik kan met deze ook. Zo, kijk. Okay. Je hebt 2 hier. En je hebt er eentje hier. En als je dan zo doet. Ik kan met deze ook nog. Kijk, op deze manier. En je hebt alles verplaatst. Dit is de Elevated Dice Matrix. Elevated Dice Matrix van Nicholas Einhorn. Ik zag het in Blackpool. Enkele mensen waarmee we samen in Blackpool waren, hebben hem ook gekocht. Een gaaf dingetje. Toen zaten er volgens mij alleen geen dobbelstenen bij. Nu is het compleet met verpakking en dobbelstenen en alles. Is het moeilijk? Nee. Toch? Dus niet moeilijk. Nee, is niet moeilijk. Zit er nadelen aan? Nee, zit er geen nadelen aan. Maar stel voor dat er mensen bij jou aan tafel zitten. En je hebt bij de hand de mensen. Dan denk ik dat mensen doen. Hey, even onder de kaart kijken. Kan minder zijn voor je truc. Maar over het algemeen weten ze niet dat er iets speciaals is, totdat de truc afgelopen is. En dan zijn ze te laat om erachter te komen. Toch? Zo zie ik het tenminste. Je krijgt alles compleet. 4 kaarten. Een bicycle pokerformaat. We hebben ze in blauw en rood. Maar ook hier geldt, als jij een ander iets gebruikt, plak er een kaart op van je keuze en je hebt je pakker en je hebt het aangepast. Er zit 1 gimmick bij, zeg maar. En de rest zijn gewone kaarten. De Elevated Dice Matrix van Nicholas Einhorn. Dan hebben wij nog een leuk iets. Een spelkaart. Ik zie daar al een mooie sharpie liggen. Dat komt heel goed uit. Want jij mag een kaart uitzoeken waar je zelf wil. Ja. Zet even je naam op de kaart als je wil. Of een herkenningsteken. Mag ik hem neerleggen? Ja, ik mag hem gewoon zien. Dat maakt het niet goed uit. No problem at all. Hoppakee, Leon. Kijk, Leon staat erop. Die kaart gaat in het spel. Doen we zo hier ergens. Zo erin. Zo. Mag jij je hand even zo, dat je het spel kunt vasthouden, zeg maar. Zo. Met deze hand neem je het spel vast. Doe de hand onder, dat er niet kunnen vallen ook. Okay. Relax een beetje en denk aan je kaart. De kaarten vallen toch niet. Kijk, dan zul je zien dat 1 kaart heel langzaam uit het spel stijgt. En dat is een, ik zie dan harte 4. Volgens mij had je net ook harte 4. Dat weet ik wel zeker trouwens. Ik zie een heel langzaam stijgt hij uit het spel. Ik doe helemaal niks. Het gaat allemaal vanzelf. Magisch. Wauw. Hij gaat nog hoger waarschijnlijk ook nog. Weet niet. Kijk. Nou, ik kan nog hoger, maar ik kan er niet uit. Dus de harte 4 van Leon. Dit is Sleeper van Theory 11. De gimmick zit hier in het spel. Je hebt dus een gimmick. Nou, we hebben andere Rising Card effect waarbij je een heel blok gebruikt. Ook prima.
Maar dit is een ander systeem. Geen gewichtjes, geen magneetjes, geen loops. Alles zit ingebouwd in de gimmick. En die gimmick die slaapt, zoals ze het noemen, daar vandaar aan sleeper, totdat je hem nodig hebt. Dus als je de kaart geladen hebt, dus je gaat erin, dan wacht de gimmick met het laten stijgen van de kaart dat jij dat wil. Zo simpel is het. Kun je de kaart ook door de toeschouwer laten schudden? Goeie vraag. Kan. Vooraf kun je laten schudden. Overigens had ik zelfs nog kunnen schudden toen de kaart al terugging in het spel. Had ook gekunnen. Achteraf kun je de kaart ook nog altijd laten schudden. Tijdens de truc zou ik het niet doen. In de instructie zeggen ze wel een video van, nou, je kan de kaart laten schudden, maar zoek wel iemand uit die goed kan schudden. Maar ik zou het niet doen. Gewoon niet verstandig. Okay. Dus dat is Sleeper. En dan ben ik door alle spullen heen. Jij ook? Ja. Ja, oké. Okay. Twee dingen nog. Volgende week, zondag, workshop Luc Jamé. Maandags de lezing. Workshop, daar hebben we nog 2 of 3 plaatsen voor. Dan zit hij echt vol. Dus wil je er nog bij zijn, last minute, kan. Ja, bellen. Niet bellen. Ja, voor Luc, de lecture mag je bellen. Voor de workshop enkel online reserveren en betalen. Als je betaald hebt, dan ben je welkom. Anders kunnen we niet toelaten, helaas. Dat is een eis die we samen met Luc hebben gesteld. Om te voorkomen dat mensen zeggen, ik kom. We houden een plek vrij. En je komt op het laatste moment niet opdagen. Wat helaas met een lezing ook wel eens gebeurt. Vaak omdat mensen ziek zijn of zo. En dat we dan lege stoelen hebben, terwijl andere mensen daar heel graag bij hadden willen zijn. Ja. Dus vandaar dat we dat alleen maar kunnen doen naar betaling. Voor de lezing zijn er plaatsen genoeg overigens. 13 juni hebben we David Stone lezing. Daar loopt de kaartverkoop al heel goed van. Ja, Luc Jamé trouwens ook, maar David Stone is nog een maand weg. En daar zijn al nu al veel kaarten van verkocht. Dus. Daarnaast hebben wij een mooie aanbieding tot 25 mei. Er is namelijk een mooi boek uitgegeven, dat komt binnenkort echt fysiek op de markt. En het heet Telepathie in het Theater. Telepathie in het Theater is een heel gaaf boek. En het gaat volledig over een tweepersoons mentale act. Waarbij één persoon voorwerpen aanwijst aan de andere persoon. Die eventueel geblinddoekt, helemaal kan opnoemen. Nou, en dat is een complete act. Hoe je dat kunt doen met alle geheimen erbij. Complete routines staan beschreven in dat boekje. Boekjes in de Nederlandse taal. En kun je speciaal bestellen nu voor de speciale prijs van €59. Als je bestelt voor 25 mei. Na 25 mei wordt die €69. Dus wordt iets duurder. Je kunt het vinden gewoon op de website. Zie je ook een speciale prijs op rij staan. Dus als je er interesse in hebt, mag je dat altijd bestellen. Wij gaan ermee stoppen voor vandaag. Dit was de Dynamite Update. Dit was de Dynamite Update. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.